Goeiedag. Vandaag is het Nationale Spijbeldag voor volwassenen. Nou, ben ik volwassen? Of voel ik me niet volwassen? Anders had ik hier natuurlijk niet gezeten. Had ik ook gewoon gespijbeld vandaag. Het is ook luilakdag. Dat is wel een goede combinatie. Laten we eens een luilak gaan tekenen. Of iemand een volwassene die aan het spijbelen is. Doe je mee? Ja, hoe gaan we dat nou tekenen? Ja, laten we hiermee beginnen. Zo. Zo. Bureaustoel zo. Wacht even. Ik heb zijn rug natuurlijk niet weer doorgetekend. Hij zit op een bureaustoel zo. Opgelost. Toetsenbord. En laten we dit hier dan aan een laptop zijn. Zo. Kijk, zo is die voor de baas net of die aan het werk is, maar zit gewoon Netflix te kijken. De Nationale Spijbeldag. Goed, dit is een idee. Maar we kunnen natuurlijk ook een mannetje in een hangmat tekenen. Even ook nog proberen. Eens kijken hoe we dat doen. Ik wil eerst die hangmat maar even tekenen. Is een boom waar hij aan hangt misschien wel handig zo. Nou goed, de boom. Een hangmat. Hoppa, daar hangt ook iemand in natuurlijk. Dus goed laten plooien zo. En hier natuurlijk ook weer een boom waar die aan hangmat aan vast zit. Blaadjes in de boom. Zo. Nou, hij zit lekker te luieren zo. Nog een glaasje prikvast zo. Een rietje. Voetjes. Muziekje erbij. Misschien is ze wel aan het fluiten. Zo, nou, hij is in ieder geval lekker aan het luieren in een hangmat. Nou ja, verzin zelf iets wat je vandaag kan gaan doen tijdens de Nationale Volwassen Spijbeldag.
En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!